Het is 7 uur, mooi op tijd. Ik heb gisteravond nog even een schetsje gemaakt van dit geval. En ik moet om 10 uur alweer bij het pot zijn, dus ik ben benieuwd wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Ik heb hier volop afspraken. Maar probeer je vandaag zo ver mogelijk mee te komen. Buiten is het gewoon zacht, stormachtig, nat. Eigenlijk verschrikkelijk pokkenweer. Ideaal hier om hier in het atelier te gaan werken. En gisteravond heb ik nog een selectie van foto's gemaakt. Er zijn er een heleboel goed. Ik laat dit cameraatje gewoon aanstaan als ik hiermee bezig ben. En dan krijg je gewoon een enorme serie foto's. En dan moet je een keuze maken. Nou, ik vond deze pose vond ik het mooiste. Dus die heb ik eruit gehaald. En dat ga ik schilderen. Voor de zekerheid loop ik even alle doeken na, want de meeste staan gewoon nog keurig strak. Maar sommige die hebben even een soort van verslapping doorstaan. Dit is ook goed. Nou, deze staat prachtig strak. Ah, moet je kijken met dit mooie beeld van Rafael erbij. Dat heeft een hele mooie correspondentie straks. Kijk, deze die hangt volgens mij wel slap. Ja, die moet ook nog even opgespannen worden. Gelukkig is het niks ernstig. Het is een kwestie van spierlatjes opslaan. Mooi snel gebeurd. Easy hangt weer boven de bank. Ik vind het nog steeds een prachtig schilderij. Een leuke herinnering. Met deze hele mooie stoeltjes erbij. Kun je het zien? Ja, dit is echt wel de plek om te exposeren. Een van mijn echt gaafste werken. Oh jee, die moet boven het kastje komen. Ik wil het boven het kastje hebben. Ja, ik ben nog niet van mij vanaf. Zijn we nog mee? Tuurlijk. Maar ik denk dat het draadje nog wel ergens komt. Als je hem lager gaat hangen dan? Ja, oké. Okay. Het kastje zou het moeten. Ik ga er de vaasjes onder zetten. Ik ga de vaasjes eronder zetten. Nou, dan is het kastje weer. Ja, inderdaad. Kijk. Ja, nou is het af. Ja, hè? Klaar, ga weer verder naar huis. Kijk, en vanavond is het feest. Ik ga er nog een paar mooie kleine krielaardappeltjes bij zoeken. Want dat hoort hierbij. Lekker sausje, een biefstukje. Nou, dat wordt helemaal geweldig. Die brandt lekker. Het is hier een beetje feest in de keuken. Ik kan mijn aspergeschaaltje weer gebruiken, wat ik van Pastoor van Kant gekregen heb. Helemaal leuk. En lekker. Beetje feest vandaag.